Ik dank u hartelijk, voorzitter. Voorzitter, de PVV ziet het NAVO-bondgenootschap als een hoeksteen van ons nationale veiligheidsbeleid. We hechten dan ook grote waarde aan een solide Nederlandse bijdrage aan de NAVO. En wij verwelkomden dan ook het nieuws dat Nederland dit jaar vermoedelijk zal gaan voldoen aan de NAVO-norm. Graag vraag ik aan de minister of dit inderdaad ook het geval zal zijn. Voorzitter, dan horen wij als grootste regeringspartij van Nederland de heer Rutte natuurlijk te feliciteren met zijn benoeming tot secretaris-generaal van de NAVO. Bij deze. Voorzitter, een van de eerste uitspraken die hij echter deed in deze nieuwe functie was stellen dat Oekraïne in de NAVO hoort. Voorzitter, het is geen geheim, wat hier aan tafel ook al duidelijk was, dat de PVV tegen het toetreden van Oekraïne bij de NAVO is. Al was het maar omdat dit land nu in oorlog is met Rusland en als Oekraïne nu zou toetreden, dit ons via artikel 5 in oorlog kan brengen met Rusland. Wij willen geen oorlog. Voorzitter, graag vraag ik aan de minister van Defensie om een reactie vanuit het kabinet op de uitspraken van secretaris-generaal Rutte. En voorzitter, dan tot slot de luchtverdediging. We hebben de afgelopen periode kunnen zien hoe belangrijk dit aspect is in de verdediging van een land. Echter, hoge NAVO-bestuurders waarschuwen dat de luchtverdediging in Europa zeer zwak is. Vaak maar 5% van wat noodzakelijk zou zijn. Nederland vormt hierop vast geen uitzondering. Graag verneem ik van de minister of hij zich sterk gaat maken hiervoor en hoe hij daar de Nederlandse defensieindustrie bij gaat betrekken. Ik dank u hartelijk. Meneer de voorzitter. Dank voor uw inbreng. Ik zie een aantal vragen richting de heer Pol. De eerste was de heer Boswijk van het CDA. De heer Boswijk. Ja, dank u wel. Voorzitter, even doorgaand op het, lidmaatschap van Oekraïne van de NAVO. Wat de heer Pol stelt, hè, lid worden van de NAVO met een land wat in oorlog is. Nou, laat ik hem meteen geruststellen, dat kan dus niet. De voorwaarden zijn heel duidelijk. Het land moet in vredestijd zijn. Nou, dus dat weten we nu. Stel, er komt hopelijk zo snel als mogelijk, er komt vrede in Oekraïne. Is de PVV dan wel voor een lidmaatschap van Oekraïne van de NAVO? Ja, voorzitter, wat het probleem hier is, is dat Rusland heel duidelijk heeft gezegd dat het opgeven van die ambitie van Oekraïne om toe te treden tot de NAVO een cruciaal punt is in de vredesbesprekingen. Dat betekent dat als heel duidelijk is dat als de vrede komt, Oekraïne gelijk toe zal treden tot de NAVO, die vrede er waarschijnlijk niet gaat komen. En dat is dus de crux. Want als je dus zegt van, goh, we willen Oekraïne sowieso bij de NAVO, dan zullen de Russen die oorlog nog heel lang gaan voeren. En de vraag is hoe lang die oorlog dan nog gaat duren. En dat is dus het punt dat we zeggen, Oekraïne kan nu niet bij de NAVO, ze zijn in oorlog. En daarnaast zijn ook de voorwaarden voor het toetreden tot de NAVO dat je gewoon een goed functionerend democratische rechtsstaat bent. En er zijn signalen, zoals bijvoorbeeld corruptie, waar de heer Wilders ook vaak naar heeft gevraagd, die erop leiden of die in elk geval een suggestie geven dat Oekraïne dat niet is en dat je op basis daarvan zou zeggen een lidmaatschap is nu in elk geval niet aan de orde. Dank u wel. Dan de tweede vraagsteller is de heer Van Houwelingen namens Forum van Democratie. Nou, heel fijn te horen van de heer Pol dat ook PVV geen oorlog met Rusland wil. Maar dan toch mijn vraag, want we geven natuurlijk massief steun, hè, aan Oekraïne. Het is meer dan 10 miljard euro, dronecoalitie. En is het niet zo, als je zoveel steun geeft en blijft geven, we hebben een voortrekkersrol, zegt de minister zelf, dat je dan op een gegeven moment het risico loopt dat je vanzelf in oorlog geraakt met Rusland. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe kijkt de PVV tegen dat risico aan? Dank u. Kijk, dat risico dat je dus die oorlog escaleert, moet je serieus nemen. Ik denk dat iedereen dat moet doen, vooral als defensiewoordvoerder. Ik denk dat de regering dat ook moet doen. Daarom hebben we ons in het verleden ook vaak tegen escalatie van die oorlog uitgesproken. Maar het is gewoon waar. Deze coalitie gaat onverminderd door met de steun aan Oekraïne. Dat hebben wij afgesproken in het hoofdlijnakkoord. En wij zijn goed voor onze handtekeningen. Dus daar gaan we ook mee verder. Maar het is wel heel erg belangrijk dat je dus inderdaad in ogenschouw neemt dat er een mogelijkheid bestaat dat het conflict escaleert. En daar moeten we echt goed naar uitkijken. Even als dat mag. Is wel uw tweede vraag en ook tevens uw laatste vraag,
Nou, uw tweede vraag, meneer Van Houwelingen. Ja, nee, heel veel dank voor dit antwoord. Ik begrijp natuurlijk dat u ook gebonden bent aan het regeerakkoord. Maar ik vraag dit aan u als Kamerlid van de PVV, dus de PVV-fractie. Hoe kijkt de PVV-fractie eens aan tegen dat risico? En ook, hè, we geven massaal steun, 10 miljard euro, met dat risico als gevolg. Hè, op wellicht oorlog met Rusland, maar ook aan een land dat mogelijk, hè, dat vind ik ook een belangrijk punt, betrokken is bij een aanval op ons, namelijk op die Nord Stream. Dus het kan zijn dat we, ik zou bijna zeggen, het verkeerde land steunen. Dus als je dat allemaal afweegt, los van het regeerakkoord, ik begrijp dat u daar gebonden bent, maar hoe kijkt de PVV, dat moet toch ook voor de PVV moeilijk voelen? Ja, hoe kijkt de PVV daar tegenaan? Hè? Dank u. Dank u wel, voorzitter, en dank voor de vervolgvraag. Ja, dat is ook de reden dat ik met de heer Wilders en de heer De Roon vraag heb gesteld aan de premier en onder andere aan deze minister van Defensie. Op een reactie op inderdaad de aanslag op de Nord Stream. En ook de verbondenheid van Oekraïne en zelfs president Zelensky met de opdracht daarvoor. Die beantwoording was heel duidelijk. Dit kabinet wacht het verdere onderzoek af en gaat niet speculeren. Goed, ja, dat is dan het antwoord wat je krijgt op die vragen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat wij die vragen niet voor niks hebben gesteld. En dat die zorgen er dus ook zijn, zeg ik tegen de heer Van Houwelingen. Dan heeft u een vraag van de heer Nordkamp van de Partij van de Arbeid. GroenLinks, Partij van de Arbeid. Dank, voorzitter. Mijn vraag aan de heer Pol is of hij van mening is dat Oekraïne zelfstandig mag besluiten om zich aan te sluiten bij de NAVO. Of is de heer Pol van mening dat ook de opvattingen van Rusland daarover van doorslaggevend effect zouden moeten zijn van het standpunt van het Nederlands kabinet? Ja, dank u wel. Nu gaan we heel erg richting buitenlandse zaken. Maar goed, kijk, een eigen land is natuurlijk een eigen soeverein land. En als je zelf een aanvraag wil doen om de NAVO daar toe te treden, dan is dat je goed recht natuurlijk. Dus dat mag je als land altijd doen. Dan heeft de heer Van den Burg van de VVD ook een vraag richting de heer Pol. Ja, de heer Pol zegt dat de PVV goed is voor zijn handtekening en zijn afspraken nakomt. Dat horen we vanuit de PVV zeer consequent, dus hulde daarvoor. Is het zo dat dat ook betekent dat de beantwoording op de vragen die u heeft gesteld aan het kabinet aangaande Nord Stream, dus ook uw betrouwbaarheid als het gaat om uw handtekening onder het coalitieakkoord niet beïnvloedt? Oftewel, de beantwoording zal niet uw standpunt aangaande de steun aan Oekraïne doen veranderen? Nou ja, de beantwoording was zeer sumier, zeg ik tegen de woordvoerder van de VVD. Namelijk, daar gaan we niet op speculeren totdat het onderzoek loopt. Laat ik dan zeggen dat ik niet ga speculeren op de speculatie die niet zal plaatsvinden. Dank u wel. Touché, fout van mij, voorzitter. Ik bedoelde natuurlijk niet de beantwoording, maar de uitkomst van het proces wat in Duitsland wordt ingegaan. Maar daar heeft de heer nog mee te pakken. Maar los daarvan, doet de uitkomst van het onderzoek in Duitsland er voor de PVV toe of zij goed is voor haar handtekening als het gaat om steun aan Oekraïne? Ik wil even als voorzitter, de heer Van den Burg, dit is uw tweede vraag. Ik heb aangegeven bij het begin dat u was. Prima, dan weet u dat u door uw vragen heen bent. Dan geef ik nu de heer Pol de gelegenheid om te antwoorden. Ja, dank u wel. Dus wat de waarde heer Van den Burg hier zegt is, stel dat uit dat onderzoek blijkt dat Oekraïne erachter zit, dus dat onze infrastructuur is opgeblazen door Oekraïne en dat dus wellicht president Zelensky dat een uitstekend idee vindt, dat kan. Een van de conclusies zou dat kunnen zijn van dat onderzoek. Onze eigen MIVD heeft ook gewaarschuwd voor zo'n aanslag. Dan lijkt het me niet heel gek dat er gesproken wordt over de gevolgen daarvan. En daar wil ik echt niet op vooruit lopen. Ik ben slechts een defensiewoordvoerder, dat is ook niet mijn plaats om zo'n hoog politiek woord te voeren. Maar dat is wel een vraag die we hebben gesteld. Wat zijn dan de gevolgen als zo'n conclusie er zou zijn? En dat gaan we bezien, voorzitter. Dank u wel. Dank. Dan is de heer Dassen, die heeft ook nog gevraagd richting de heer Pol. Ja, voorzitter. Ik vroeg me net af in de beantwoording van de heer Pol op vragen van collega's, van wat is dan de veiligheidsgarantie die jij voor zich ziet voor Oekraïne? Stel, er komt dadelijk vrede. Hoe gaan we dan waarborgen dat er niet weer een invasie van Poetin komt, zoals we nu hebben gezien? Dus wat is dan het voorstel van de PVV om ervoor te zorgen dat Oekraïne de veiligheidsgaranties krijgt die het nodig heeft om verder in vrede te kunnen leven dan?
Ja, voorzitter. Kijk, stel dat Oekraïne lid wordt van de NAVO, zou dus de NAVO zo'n veiligheidsgarantie zijn. Daar bent u voorstander van. Maar goed, dat impliceert dus wel dat dat conflict wat vandaag de dag gaande is, waarschijnlijk langer zal duren, omdat dat voor Rusland onacceptabel is. Dat hebben ze ook heel duidelijk laten merken. Dus wat voor veiligheidsgaranties Oekraïne op dat moment, als de vrede getekend is, zou moeten krijgen, dat is iets wat dan echt dan zou moeten plaatsvinden. Daar kan ik nu weinig over zeggen.